lieve mensen. En dit is even een korte video om te laten zien waar ik aan meedoe. En dat is een stippen sneeuwmeel. En deze ronde is het sprookjes. En moet je eens kijken wat voor moois ik kreeg van Manon. En zij doet dus mee met de stippen sneeuwmeel ronde. En dit keer het onderwerp sprookjes. En de vorm is een backflip. Dat is dus een zakje wat je vouwt. En ik zal een linkje even geven over de uitleg die ik eerder heb gedaan van een backflip. En zij heeft voor mij het sprookje Alice in Wonderland gedaan. Maar jeetje zeg, wat prachtig gemaakt. Moet je eens kijken. Ik ga hem helemaal ontleden, maar ik laat eventjes zien hoe mooi die is. Eerst deze rosette. Kijk eens. Ze heeft een soort satéprikketje, heeft ze een rosette opgemaakt met een, een soort knoop is dat. Nee, je noemt dat anders. Hoe noem je zo'n dingetje? Nou, er weet vast wel eens iemand hoe je deze noemt. En anders kom ik er straks nog wel even op. Hartstikke leuk zeg. En er zitten dus deze mooie washi tapejes zitten erin. Deze tag, Magical met Alice in Wonderland. Heel mooi, die ga ik zeker gebruiken. En kijk, dit zit erbij in. Hele leuke goodies. En ook hier staat weer het tapeje op van Alice in Wonderland. Een prachtige knijper zit erbij. Ook met zo'n mooi tapeje. Veertjes. Oh. Twee mooie. En alles is ook zo mooi bij elkaar in kleur. Ja, dus ik dacht, dit is zo'n leuk voorbeeld van hoe het eruit kan zien. Dit is dus allemaal sequins of pailletjes eigenlijk. Moet je kijken, heeft ze Dreams. Mooi. En hier zitten drie kleine pareltjes erop. Wat heeft ze dat toch mooi gedaan. En dan zit er hier dus nog een paperclip. En aan die paperclip zit een klein sleuteltje natuurlijk van Alice in Wonderland. Dan zit hier een klein mini kaartje in. En daar staat op, would you like an adventure now or shall we have our tea first? En dat is een quote uit Alice in Wonderland. Oh, leuk zeg. En hele mooie stickers met rondjes of met een karteltje eraan. Hier nog één. En hier nog één. En er zit een stempeltje op van Airmail. En een leuk, even kijken, leuk hartjesstickertje. Ook zo mooi. Dan zit hier nog een zakje met allemaal plaatjes. En ook van Alice. Nou, ik ben helemaal gek van het sprookje van Alice in Wonderland. Ik hou ook heel erg van de quotes. Ik vind het heel leuk. En volgens mij wist ze dat niet. Dus dit is echt een schot in de roos, Manon. Als je kijkt, dan weet je in ieder geval dat ik het echt geweldig vind. Deze vind ik ook zo mooi. Tea Time, moet je eens kijken hoe mooi gemaakt. Dit is ook weer op zo'n bamboe prikker. En daar heeft ze dus een roset gemaakt. En daarboven op Tea Time. En aan de achterkant dus een rondje. Die is ook hartstikke mooi. En een mini pocket heeft ze gemaakt met drie pocketjes van de pocket letter. Kijk, met het konijn. Wat is dit, de hart? Nee, ja, het is de hartenkoningin. En Alice wordt een Wonderland zelf. En dan blijft dit over. Zitten nog twee mooie papiertjes in met stipjes. En dan is dit de backflip die overblijft. Dan moet je kijken wat er toch allemaal in zat. Hartstikke mooi. Dankjewel, Manon. Dikke kus. Maar ik dacht, ik laat hem even zien hoe mooi het kan zijn. En ik vind ook de kleurstelling heel mooi bij elkaar. En dat, ik vind echt, ik ben jaloers erop hoe mooi ze dat heeft gemaakt. Ik doe altijd maar wat. Maar hier zie je dat iemand echt heel erg goed nadenkt over kleurstellingen. En wat bij elkaar past in het thema. Hartstikke leuk gedaan. Nou, dat wilde ik nog even laten zien. Gewoon een videootje tussendoor. En ik zie jullie weer de volgende keer. Dat was het. Dag!